Het loopt storm bij de Dosha Sports Dutch Shop in Helmond. Helemaal sinds bokshandelaar Michael van Gerwen op nieuwjaarsdag de finale van het WK darts van legende Phil Taylor verloor. 1,7 miljoen kijkers zaten aan de buis gekluisterd. Zal ik even helpen, jongen? Ja. Het leeft weer, het is weer van ouds, lijkt het wel. Maar wat is er zo leuk aan dart eigenlijk? Ja, de spanning. Het is twee poppetjes op een podium. En in dit geval, het laatste geval, 2500 mensen in de zaal die helemaal uit zijn plaat gaan. Dat is toch geweldig, of niet? Ja, dat kan. Ja. En vind ik het belangrijkste, met plezier. Wat merkt u in de winkel van die populariteit daar? Ja, druk, hè? Veel drukker. Ja. Zo hebben we weinig problemen om de decemberkilo's kwijt te raken. Ik denk altijd, ik ga lekker in de kroeg staan en een beetje met die pelletjes gooien, maar het lijkt bijna topsport zo, hè? Ja, voor de ene is het gewoon voor het plezier en voor de andere is het puur voor de sport, hè? Ja. En wat is het hoogste wat jou, het meeste wat jou gewonnen hebt? Wat ik gewonnen heb, hoe bedoel je? Toernooi? Geld? Ja, niet veel. Pietjes of? Ja, zoiets, ja. Maar ik heb meer jeugdtoernooien wel gewonnen gehad. En dan gaat het gewoon puur om de beker en zoiets. Maar niet echt qua geld. Nou, hoop jij nou later ook zo goed te worden? Ja, tuurlijk. En oefen je ook veel dan? Ja, elke dag. Ja, hoe lang oefen je? Ligt er maar aan. Soms een uur, een half uur, heel de dag. Zeg maar, is dat niks voor u? Dacht, hè? Je kan heel veel goed geld mee verdienen. Nou, dat doe ik wel zo met mijn schoonzoon, weet wel. Ja. Maar ja, ik gooi altijd zomaar ergens. Ik heb daar helemaal geen verstand van. Maar... Ja, ik hoor net een kwestie van oefenen. Je moet heel veel oefenen. Ja, heel veel oefenen. Maar dan moet er met een schoonzoon ook heel veel zijn, hè? Met een kleinzoon ook. Sorry, met een kleinzoon. Ja, je koopt een bord, kost niet zo gek veel. Nee, joh. Bij hun hangt een bord, jongen. Ik hoef dat niet te halen. Ik zie hem al in mijn flatje met zo'n bord even. Michael van Gerwen is ook het grote idool van de getalenteerde 14-jarige Thijs van Stiphout. In het circuit beter bekend als de Stikler. De doorbijter, een bijnaam die hij van zijn moeder kreeg. Nou, ik was eerst altijd heel fanatiek aan het voetballen. Maar ik heb een blessure aan mijn haak, dus toen ben ik gaan darten. En daar bleek best goed in te zijn, dus daar ben ik mee doorgezet. Want hoe lang ben je bezig? Ongeveer anderhalf jaar. En als je dan goed bent, hoe goed ben je dan? Wat gooi je dan? Ik heb nu 115 keer 180 in 7 maanden, dus. Dat is best goed, toch? Ja. Je kunt er wel behoorlijk mee binnenlopen, geloof ik, als je een beetje goed kan darten. Ja, weet ik niet. Ik denk dat je het beter bij Barneveld of bij Van Gerwen kunt gaan vragen. Die zal het beter weten. Maar als u, ik dacht eigenlijk niet, maar stel dat ik zou willen dachten, wat zou je me adviseren? Wat moet ik op letten? Houding, stil blijven staan. Ik zou zeggen, kijk de heren af in de top. En, worp afmaken. En je moet vooral veel kilo's erbij halen, denk ik. Nee, die tijd is voorbij. Het is een sport. Luister, nee. Ik vind, we hebben de status sport wel bereikt, vind ik. Anders kijken er geen 1,8 miljoen mensen naar ons spelletje, de sport. Ja. En het zijn niet afgetrainde lichamen, zeg maar, die ziet zoals bij het zwemmen. Is ook niet nodig. Is ook niet nodig. Het enige wat wij nog eigenlijk nodig hebben in de dartsport is eigenlijk gewoon een caddy die onze pijlen uit het bord haalt, om het eerlijk te zeggen. Dan hebben we de perfecte sport. Heb je een idee wat?